Ja, ik sta gewoon op. Ik ga aan tafel zitten en ik ga een beetje tekenen. Het zijn wel vaak dingen die ik meemaak of een soort van meemaak. Of het is een soort, wat zou ik zeggen, afgeleide van het echte leven. Maar zoals Pieter Riet, die... nou, ik hoop niet dat wij dat zijn, zou ik maar zeggen. Mijn vrouw en ik. Ik merk de laatste tijd wel dat Riet wordt steeds wat sterker. Riet wordt een beetje de baas en Piet wordt steeds meer de slemiel. Blijkbaar zijn mannen bij mij toch de verliezers op de een of andere manier. Maar ik zou er niet te veel en te diep achter zoeken. Dat, nee, dat beetje pretentieloos vermaak ben ik aan het maken, hoop ik. Ja, als ik een tekening maak en ik moet er zelf om lachen, dan vind ik het goed. Dan is hij geslaagd. En wat anderen dan vinden, daar kan ik eigenlijk niet zoveel mee. Want de een vindt hem leuk, de ander vindt hem niet leuk. Als je een leuk idee hebt, dan het moet er wel vlot op kunnen. Want om nou een dag te gaan doen over een tekening die je in 3 seconden bedacht hebt, die moet eigenlijk ook in 3 seconden gemaakt zijn. Dus wat ik dan heb hier, die... Nou, die is klaar, die is getekend. Dan gaat hij onder de föhn, anders verlies je tijd. Lijkt wel of ik haast heb, dat is helemaal niet waar, maar ik wil gewoon... Zijn snelheid komt nog veel terug. Nou ja, hij moet wel af op een gegeven moment. Ik kan ook niet, als hij dan klaar is, dan moet hij ook meteen ingekleurd worden en weggestuurd. En dan, ja, dan is hij weer gedaan. Volgens mij maak ik ongeveer 1000 dingen per jaar met alle strips en... En cartoons en weet ik veel wat. Dus dat is bijna een gemiddelde van 3 per dag. Maar als je 3 tekeningen per dag maakt, wat doe je dan de rest van de dag? Ja, een beetje nadenken, een beetje lezen. Ik ga graag naar het café. Maar dat doe ik pas aan het eind van de dag. Maar de rest van de dag, ik ben wel het grootste deel van de dag gewoon aan het tekenen eigenlijk. Behalve snel, zou je je stijl ook nog anders kunnen omschrijven? Ja, het is natuurlijk wel een beetje rommelig. Maar ik moet eerlijk zeggen, je kan tegenwoordig wel veel beter zien wat het allemaal is. Als ik mijn oude werk zie, echt mijn werk van de eerste jaren, dan begrijp ik niet dat mensen überhaupt de moeite genomen hebben om door die berg heen te komen. Maar je ziet het wel weer, Piet staat er weer als een slemiel bij natuurlijk. Is het nou lekker om zo'n loser te maken? Ja, losers zijn het leukst natuurlijk. Ik heb ook leraaropleiding gedaan. Dat heb ik 2 jaar gedaan, maar ik ging ze wat dood daar. Dus, en bovendien, ik wilde allemaal dingen doen. Ik wilde muziek maken, theater tekenen, weet ik veel wat. Dus ik wilde mijn eigen ei leggen en dat ei van anderen, dat interesseerde me eigenlijk helemaal niet. En volgens mij is dat toch wel het begin van leraarschap. Dat je geïnteresseerd moet zijn in het werk wat andere mensen maken. Maar toen ben ik strips gaan maken eigenlijk om te ontsnappen aan het leraarschap. En niet wetende dat het ook weer heel lang duurt. Want ja, de eerste 10 jaar heb ik niks verdiend, geloof ik. Maar op de een of andere manier, als je zo jong en stom bent, dan heb je ook geen geld nodig. Dat, wat op zich heel prettig is. Ik wou dat ik dat weer had. Wat is nou het mooiste van striptekenaar zijn? Dat je met niemand wat te maken hebt, dat is wel heel prettig. Ja, dat ik zelf lekker kan werken. Ja, want Floris Oudshoorn die zei nog dat er in Nederland, vond hij, wel erg weinig respect was voor de striptekenaar. Dat je in het buitenland ben je een rock'n'roll en hier ben je maar een striptekenaar. Ja, nou ja. Ja, nee, ja, dat ben je toch ook? Je bent nog maar een striptekenaar. Waarom? Ik hoef niet... gewaardeerd te worden omdat ik striptekenaar ben. Helemaal niet, nee. Nee. Ik heb graag dat het werk gewaardeerd wordt. Maar ze hoeven mij niet voor de deur te staan en te gaan staan klappen. Nee, dat... nee, liever niet. Maar dit ben ik. Deze, met die hoge centuur en die stomme beentjes en die slemielige uitdrukking op zijn kop. Was je maar weer Riet, hè, dan? Nee, ik zou helemaal geen vrouw willen zijn. Lijkt me niks. Nee, daar ben ik ook wel blij mee. Ik ben én striptekenaar, én man.